Hallo iedereen, welkom bij Vlogmasdag 13. 1, 2, 3, fuck it! Het is zondagochtend en we hebben ontbijtje. Niels is even op het toilet. Oh, de broodjes zijn klaar trouwens. We gaan lekker ontbijten. Oké, we zijn deze middag gaan eten bij mijn ouders. En ondertussen is het 6 uur. We zijn terug. Ik heb content gemaakt. Samen met Niels moest ik nog iets maken. Dus dat heb ik gedaan. En nu was ik die content aan het bewerken. En zo nog een vlog aan het bewerken. En nu ga ik de snoep- en koekenkast leegmaken. Ik was daaraan aan het denken dat die eigenlijk best vol zit en vol met rommel. Dus ik ga daar eens aan kijken en die een beetje opruimen. Oké, dit is onze snoepkast. Zoals je kunt zien zit er echt veel rommel in. Alles zit gewoon eigenlijk redelijk op elkaar gegooid. Dus die ga ik even helemaal leegmaken, want zoals hier zit echt wel veel snoep wat vervallen is. Die koekjes die gaan ook weg mogen, die staan er al super lang. Die krakottes, hetzelfde, die gaan ook niet meer goed zijn. Dus ik ga alles even opruimen. Lekkers, terug netjes, alles wat geordend, ideaal. Hallo van mezelf in de toekomst. Ik heb deze vlog nog gefilmd de dag voordat ik ben bevallen. Die nacht ben ik bevallen. Dus dat wordt de volgende vlog. Ondertussen zijn we even later en ligt onze kleine hier. Niels is hier ook. Is FIFA aan het spelen terwijl ik aan het monteren ben. Dus de volgende video die jullie gaan zien is de bevallingsvlog. Die komt op zondag. Dat gaat allemaal nog op maandag ongezien. Hij heeft een goal gemaakt eigenlijk. Dus de volgende vlog komt op zondag. Ik weet, deze vlog was niet heel veel speciaals. Maar ik wou die toch nog toevoegen, want ik had die content nog. En ik vind het wel grappig dat ik de avond... Ik ben echt, ik denk 3 uurtjes nadat ik de koekenkast heb opgeruimd, bevallen. Ik vind het wel grappig om te zien dat ik nog de was ontplooien ben en zo. Echt zo niks aan de hand en dan ineens is mijn water gebroken s'nachts. Dus heel grappig om te zien vind ik. Maar hopelijk vond je deze vlog toch leuk. Doe zeker thumbs up en be prepared voor zondag voor de bevallingsvlog. Doei! Dag, Niels. Cheers. Dag, Nox. Hij is aan het slapen. Dag.